Ad, jij vertelde dat, dat je in varkens deed, hè? Ja. Maar dat is vooral hier aan de achterkant te zien. Ja, dat zat er als heel jong manneke zat dat er toch al in. Dus ja? Dat hele varkensgebeuren. En dat was hier? En dat was hier. Kijk, je ziet hier nog steeds onder die drie deurtjes. Dat waren drie varkenshokken. Ja, maar dat, nou, je had toch meer dan drie varkens, of niet? Nou, we hadden dus in die tijd hadden we dus maar drie hokken waar varkens zaten. Ah. Dus we hadden een paar zeugen, hè, die bigden dan. En ja, dat was dan in die tijd nog heel sporadisch dat er een keer een zeug beden. Ja. Nou, dat was toen ik een manneke was van een jaar of zeven. Was er al voor mij een feest als er een zeug beden. Is altijd een feest gebleven? Dat is altijd een feest gebleven, want ik weet nog goed, dan moest ik naar de school, naar de lagere school. En dan wist ik dat die dag een zeug moest beden, hè, want dat had papa dan al lang uit verteld. Ja. Nou, en dan was de school uit en dan fietste ik naar huis, heerlijk, zo vlug als het kon. Hè. En dan kwam ik hier achter het huis met mijn fietsje en dan gooide ik daar tegen de deurtje aan en dan ging ik op het fietsje staan en door het raampje kijken of dat er al biggetjes waren. Ja, ja. Oh, nou, ja. Dus dat was, ja. Je doet nog steeds in varkens. Ik doe nog steeds in die varkens, hè. En dus vijf varkens nog steeds? Nee. Dus, uiteindelijk is het dus hier op die Vorstendijk uitgegroeid naar 550 zeugen. Kijk, dat is dus, toen ben je er zo'n 25, 30 zeugen in een week, hè. Ja. Dus dat is een heel andere periode, hè. Maar dan, dat is je zoon die het nou doet. Dus nou hebben we dus hier dus moeten gaan wijken. De stallen die stonden hier dus hier allemaal, hè, waar hij nou staat. Ja. Daar stonden al de eerste stallen. Hè? Ja. Daar stond de stal, oh, hier ja. Stal. En zo is het hier al uitgebreid. Nou, en zo is dus hier alles is nou inmiddels gelijk gesloopt. Ja. En nou is het dus een mooie tuin geworden. Ja, een mooie tuin geworden. Dus dat is ook wel een beetje mijn hobby, laat ik het zo zeggen. Hey, ik hou gewoon van een mooie tuin. En altijd je hobby gebleven, varkens. Ja. Vind je nog varkens. Varkens is altijd mijn hobby gebleven, dus dat is nooit veranderd. Nou, dat zal ik onthouden, hè? Want ik dus. Ben een stadse jongen, maar ja. Ik vind dat toch mooi om te horen. Ja. Ad, nou heb ik boven op het dak van je huis een mooi varken gezien. Ja. En hebben we verteld dat je nog meer varkens spaarde. Ja. Dus die hebben we nou hier ook bekeken. Ja. En ik, als Delftenaar heb je mij een Delfsblauwe varken gegeven. Nou, dat spreekt mij geweldig aan, hè? Ja. Ik zal hem niet laten vallen. Nee, ik laat hem heel. Dat is ook wel. En ik geef hem ook terug. Het zou ook niet leuk zijn als je hem zou laten vallen. Nee. He, want het is er toch eentje van de verzameling. Ja. Dus je kunt hier achter ons zien. Indrukwekkend. Alles is hier varkens. Het is zeer indrukwekkend. Als je op de wc komt, dan zie je meteen in de spiegel en zit een varken in. En, mooi. Dat is, ja. Dat komt hier overal terug, laat ik het zo zeggen. Over de varkens. Ad, je vertelde dat die boom, dat brengt bij jou een herinnering aan de oorlog naar voren. Wat was die herinnering? Nou, dat is iets dat is altijd ontzettend bijgebleven. Ja. Vroeger lag hier een silo, hè, en daar ging, normaal gesproken ging daar voer in voor de koeien in de winter. Maar toen heel onze pa in die oorlog, hè, toen was het hier echt gevaarlijk. Hier boven ons woonhuis, dat zat precies in de vliegroute naar het vliegveld in Eindhoven. Daar kwamen al die bommenwerpers, die kwamen hier rakelings over dat dak heen geschoren. En ja, onze pa vond dat veel te gevaarlijk dat wij dus met het hele gezin in het huis bleven zitten. En toen had je dus hier van die dingen, had hij een van die silo had je dus een schuilkelder gemaakt. Ja. Nou, en daar hebben we dus moeder met de vijf kinderen. En de familie van de Zanden, van de Opwettense Weg. Moeder met zes kinderen. Dus we sliepen samen met al die. Samen? Het, sliepen in die schuilkelder. Ja, was een kelder onder de grond? Dat was een gedeelte onder de grond. Die stond een meter twintig boven de grond. Dat was een ronde silo. Ja. Onze pa had daar een dakje op gemaakt en daar sliepen wij ook in. Dus het was veel te gevaarlijk om in het huis te blijven zitten. Onze pa
En Van der Zanden zelf, die twee mannen, dus die bleven hier in het woonhuis zitten en de rest zat allemaal hier in die silo. En ik kan me dus nog herinneren, het einde van de oorlog, toen kwamen de tanks, die kwamen dus hier langs de silo, hè, 3 meter langs. Dus ja, dat was toch wel spannend allemaal. Hè? Dus, maar ja, niemand had, die hadden daar natuurlijk geen gedachte van dat hier mensen zouden zitten. Nee, maar kindherinneringen. Maar dat is iets dat is altijd is in gedachten blijven zitten. Dus dat zal je nooit meer vergeten. Hè? Nee. Dus, dat is misschien ook wel goed ook. Dat is ook maar goed ook. Maar in ieder geval, dat vonden wij toch wel heel spannend toen. Dus, ja. En ik zeg al, ik was toen nog wel een jong kind, maar ik weet het dus nog wel. Dus het was ook het einde van de oorlog, dus zodoende. Ad, dat was een mooi verhaal van jouw huis, waar je bent geboren, getogen en nog steeds woont. Ja. Maar ook een interessant verhaal over een herinnering van de oorlog, die je in deze boom terug kan zien. Hm. Bedankt voor je deelname en... Door blijven gaan, hè? Oké. Graag gedaan. Dankjewel. Oké.